Nou, wij proberen samen met Zeewolde, maar ook met alle gemeentes in Flevoland, goed zicht te houden op die datacenterontwikkeling. We moeten niet vergeten dat het natuurlijk gewoon ook aan gemeentes is om op basis van het vigerend dan wel op te stellen bestemmingsplan om die vestigingseisen vorm te geven. Maar ook vanuit de provincie zijn er gewoon vanuit het wettelijk kader hele stringente milieueisen, landschappelijke inpassingseisen, als het gaat over de verkeersafwikkeling, als het gaat over de ontgrondingsvergunning. Het waterschap ziet toe vanuit de waterwet. Dus er is een heel actief stelsel van wettelijke bepalingen en regels waarin alle bedrijven zich moeten voegen als het gaat om vestiging in Flevoland. En dat geldt bij uitstek dus ook voor datacenters. En ik denk dat u ook allemaal de ontwerp MER heeft gelezen. En daar zie je ook hoe uitgebreid de onderzoeken zijn waaraan de vereisten waaraan die bedrijven moeten voldoen. En in dit geval dus de datacenters. Neemt niet weg dat we natuurlijk ook de maatschappelijke discussie heel nadrukkelijk volgen, dat we ook begrijpen waar die vandaan komt en dat we daar ook transparant in willen zijn als het gaat over de antwoorden op die vragen die mensen hebben. Ja. Heeft u als provincie of hebben de gemeenten in hun rol de voor- en nadelen van datacentra voldoende in beeld op dit moment? Nou, twee dingen. Ik denk dat we allemaal zien dat we niemand trekt, denk ik, het nut en noodzaak van datacenters in twijfel. Het gaat erom. We kunnen niet zonder. We kunnen niet zonder, dat ziet iedereen. Zeker in deze COVID-19-tijd. 9 van de 10 teamsgesprekken gaat via Microsoft Middenmeer. Dus met andere woorden, die digitalisering en die datavisering van de economie neemt een enorme groeiversnelling. Maar dat neemt niet weg dat we natuurlijk ook de economische opbrengsten met elkaar en die afweging goed voor ogen moeten houden. Dat doen we ook samen met onze gemeentes. Als we kijken naar bijvoorbeeld Zeewolde, zien we daar van oudsher een belangrijk logistiek cluster. Nou, een datacenterontwikkeling past qua economisch profiel bij Zeewolde. Een datacenter is ook een vorm van datadistributie. Maar nog veel belangrijker is dat we in heel zuidelijk Flevoland, met name Almere, ook een hele belangrijke groeiende ICT-sector zien. We hebben in Flevoland een heel fijnmazig glasvezelnet. 99% van de Flevolandse adressen is aangesloten op glasvezel. Kortom, we hebben een enorme infrastructuur voor die ICT-ontwikkeling en bedrijfstak. En die moet je benutten, zou je zeggen? Die moet je benutten. En wat veel belangrijker is, we moeten dus ook naar ICT als een cluster kijken. En het verbinden aan het onderwijs, onze innovatie-inspanningen. En bijvoorbeeld ook kijken hoe we het MKB kunnen verbinden aan deze datacenters. Maar daar staat tegenover dat er dus mensen, bijvoorbeeld rond Zeewolde, nu toch bezorgd zijn over wat doet zo'n datacentrum, wat heeft het voor invloed op de waterhuishouding. Die discussie speelt hier in de provincie, die speelt bij het waterschap. Maar heeft u die nadelen dan ook voldoende in beeld? Ik zou niet zozeer willen spreken over nadelen. Ik zou willen spreken over vergunningsvereisten. Daar doen we zorgvuldig onderzoek naar. En we willen allemaal, of je nu voor of tegen aan de datacenters bij, dat het duurzame karakter van Flevoland in stand blijft. Dat de landbouw duurzaam gebruik kan blijven maken van het water als ze dat nodig hebben. Dat dat in voldoende en veilige mate beschikbaar is. Dus daar hebben we allemaal dezelfde opdracht in. U noemde dat het wettelijk kader. Datacentra hebben te voldoen aan de wettelijke regelgeving zoals die er nu is. Tegelijkertijd bent u bezig met een discussie met provinciale staten van moeten we misschien het beleid nog veranderen, extra randvoorwaarden stellen. Is dat realistisch dat u extra eisen gaat stellen aan de komst van datacentra? Nou, er is op basis van die maatschappelijke discussie zijn er veel vragen ontstaan. En ik denk dat we heel zorgvuldig moeten gaan onderzoeken waar zitten nou de grenzen aan de groei van die sector. En waarom zouden we dat verder in Flevoland willen laten groeien? Wat is daar dan voor nodig als we dat willen? En willen we dan nog een aantal bovenwettelijke eisen stellen? Ik denk dat dat een hele nuttige exercitie is. Er lopen nu ook al een aantal onderzoeken. En dat gaan we samen met de politiek en met de staten ook verder ontwikkelen. En moet ik dan denken aan eisen in de omvang van een centrum of in duurzaamheid? Dat gaat natuurlijk over duurzaamheid, over landschappelijke inpassing, over locatiekeuze, over energie. Alle aspecten die ook in het maatschappelijk debat aan de orde zijn, die zullen ook een plekje krijgen in de onderzoeken en het gesprek over die nadere kaderstelling als die gewetst is met de Staten. Ja. Zeewolde, daar is dus een grote partij in geïnteresseerd. Gisteren berichten we misschien wel een tweede datacentrum. Almere is in beeld. Flevokus Lelystad.
In een studie en een advies of een rapport eigenlijk in november wat u aan Provinciale Staten voorlegde. Ja, er worden nog meer locaties genoemd in Noordoostpolder bijvoorbeeld, waar in de toekomst ook zoiets mogelijk is. Waar liggen de grenzen aan de hoeveelheid datacentra die u wil hebben in Flevoland? Nou, die grenzen die zijn natuurlijk in de eerste plaats op gemeentelijk niveau bepaald in de bestemmingsplannen. In het al dan niet willen meewerken aan de vestiging van dit soort bedrijvigheid. Tegelijkertijd, zoals ik al zei, zullen we ook met elkaar goed moeten nagaan wat uiteindelijk de impact op ons hele leefmilieu is van die bedrijvigheid. Maar ik zeg daar op voorhand niet toe dat daar grenzen aan zitten. Die grenzen zijn er natuurlijk wel, maar dat geldt voor alle bedrijvigheid. Het aanbod geschikte locaties voor datacenters is beperkt. Dus daar zit al een, zou ik bijna willen zeggen, een soort natuurlijke beperking aan. Hè. Bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van de energieinfrastructuur. Die is lang niet overal adequaat genoeg. In Flevoland wel? In Flevoland hebben we die tot nog toe wel. En het positieve kant van de datacenterontwikkeling is dat ze ook investeren in die energieinfrastructuur. We hebben die energieinfrastructuur ook nodig voor het terugleveren bijvoorbeeld van onze duurzame energie. Zij leveren een bijdrage aan het op orde brengen en het vergroten van de capaciteit. Aan de andere kant, als het gaat over energie, hebben we bijvoorbeeld met Zeewolde een hele belangrijke kans om ook de warmteafname te gebruiken voor onze warmtetransitie, waar ook heel veel gemeentes een opgave in hebben. Daar heeft Zeewolde dan weer wat aan. Maar het is het beeld dat de energie van de windmolens die wordt opgewekt straks naar de datacentrum gaat en we niks meer voor onze gloeilamp thuis hebben? Nee, dat is eigenlijk een volstrekt spookbeeld wat niet op feiten is gebaseerd. De discussie speelt nu juist ook zo heftig rondom datacentrum, omdat er in Noord-Holland een situatie is ontstaan waarbij gemeente en provincie een beetje rollenbonden over straat gaan. En deze van wie heeft nu de regie, wie bepaalt nu dat er een datacentrum komt? In Flevoland speelt dat absoluut niet. Ik heb ook met verbazing gekeken naar de discussie in de media over de vraag wie is nu bevoegd gezag. Laat één ding helder zijn. Wij hebben van meet af aan samen met het Rijk, met het ministerie van Economische Zaken, met de gemeente Zeewolde en de provincie en het waterschap als één overheid opgetrokken om het wettelijk kader, de vergunningverlening, de randvoorwaarden voor dit bedrijf in beeld te brengen. En daar zijn we nog steeds mee aan de slag. En er is geen enkele discussie over wie hier het bevoegd gezag is. We lopen in Flevoland niet achter de discussie aan rondom datacentrum. Dat er steeds maar weer een nieuw initiatief boven komt. Terwijl u eigenlijk nog over beleid verder aan het nadenken bent van moeten we dat aanspreken? Er melden zich iedere week nieuwe bedrijven in Flevoland. Die worden in eerste instantie door de gemeentes getoetst aan bestemmingsplannen en wenselijkheid. Dat zal met datacenters ook zo gebeuren. En ik heb geen reden om aan te nemen dat die datacenters die zich nu melden, en u ziet dat ook een discussie nu in Lelystad, daar heeft de raad ook gezegd we willen nog een aantal aanvullende eisen stellen. Ja, ik denk dat dat een hele adequate vraag is. Dus, en wij zullen ook samen met Provinciale Staten nog eens in de diepte gaan kijken of die aanvullende kaders, die bovenwettelijke kaders, of die ook nodig zijn. En daar gaan we een aantal onderzoeken voor uitvoeren.